Emetofobie is een angststoornis voor overgeven en gaat veel en veel verder dan niet tegen overgeven kunnen. Hoi en welkom bij een nieuwe video. Ik zit weer op mijn oude vertrouwde locatie in plaats van op de bank, omdat ik zelf merk dat ik dat zelf prettiger vind. Dus vandaar dat ik het wel gewoon op deze manier ga opnemen, maar het hele idee van Jill Stories blijft natuurlijk hetzelfde. Ik ga gewoon verhalen tellen over dingen die ik heb meegemaakt. Of mijn mening ergens over vertellen. En vandaag ga ik het hebben over emetofobie. Ik heb daar eerder in het verleden, afgelopen jaar, al eerder een blogpost over geschreven. Maar omdat er ontzettend veel vragen naar zijn en ik veel meer nieuwe kijkers heb gekregen, leek het me wel handig om het een keertje toe te lichten in een video. Dan kan ik ook veel meer vertellen. En als jullie vragen hebben, dan kan ik het eventueel ooit nog in een update beantwoorden. Dus ik ga vandaag vertellen over emetofobie. Ik weet zeker dat er nog genoeg kijkers zijn die geen idee hebben wat het is. Ik weet ook zeker dat er genoeg kijkers zijn die te maken hebben met hetzelfde. Dus vandaar dat ik dat vandaag even voor jullie ga toelichten. En de zon gaat weer schijnen. Wat is emetofobie precies? Emetofobie valt onder een angststoornis. En je hebt verschillende soorten angststoornissen. Wat een angststoornis inhoudt is natuurlijk dat je extreem bang bent voor iets. Emetofobie is een angststoornis voor overgeven en gaat veel en veel verder dan niet tegen overgeven kunnen. Niemand wordt vrolijk van overgeven, laat dat duidelijk zijn. Althans, dat denk ik. Maar bij emetofobie gaat het veel verder. Dan ben je gewoon echt oprecht extreem bang voor mensen die misselijk zijn of om zelf misselijk te worden, om overgeven te zien, om het te ruiken, om het te horen. Alles wat erbij hoort. Dronken mensen kun je niet handelen. Mensen die misselijk zijn. Mensen die misschien de neiging hebben om ziek te worden. Het kan heel erg ver gaan. Waarom vertel ik over emetofobie? Dat komt omdat ik zelf emetofobie heb. Slash heb gehad. Ik heb het voor een groot deel overwonnen. Dat heb ik op eigen kracht gedaan. Je kunt natuurlijk ook professionele hulp inschakelen als het echt heel erg is. Er was toen een tv-programma en dat heet Geef mij nu je angst. Er was één uitzending en die ging over emetofobie. Vandaar ook dat ik er toen die tijd een blogpost over heb geschreven. Mocht je benieuwd zijn naar die blogpost, kun je die uiteraard ook even lezen in de beschrijving. Maar vandaag vertel ik eigenlijk min of meer hetzelfde als wat er in die blogpost staat. Ik weet niet of je met emetofobie geboren wordt of dat het je op een gegeven moment zelf aangeleerd wordt. Om het zo maar te zeggen, dat je het zelf, jezelf aanleert. Maar ik weet dat ik het van heel jongs af aan heb gehad. En dat was best wel heftig. En dat was zo heftig dat wanneer ik misselijk was, ik altijd aan mijn vader vroeg of ik moest overgeven, ja of nee. En als hij zei dat dat niet zo was, dan kon ik daarna pas tevreden slapen. Of als er iemand misselijk was. Ik heb wel eens meegemaakt dat mijn ouders alle twee ziek waren. En dat ik toen een nacht bij een vriendin heb geslapen. Of dat er iemand naar boven ging die een feestje had gehad. En dat ik dan echt extreem bang was voor die persoon. En dan beneden bij de hond ging slapen. Het ging echt ver. Maar het kan nog veel verder gaan. Ik had in dat principe had ik nog een lichte vorm van emetofobie. Ik kreeg klachten als trillen. Ik kreeg hartkloppingen. Ik ging ervan zweten. Ik kon ervan huilen. Ik was gewoon echt heel erg bang dat er iemand zou moeten overgeven. Terwijl, wat is nou eng aan overgeven? Tuurlijk, het is geen fijne ervaring. Zowel bij jezelf niet als dat je het van iemand anders moet zien. Maar wat kan er nou in het ergste geval gebeuren? Maar ondanks dat ik dat elke keer tegen mezelf zeg, als er iemand misselijk is of wat dan ook, bleef ik mezelf helemaal gek maken als dat echt het geval was. Uiteindelijk heb ik mezelf overwonnen omdat er iemand in mijn naaste omgeving ernstig ziek is geworden. En ik op een gegeven moment niet anders kon dan me eroverheen te zetten. Want ik zou namelijk heel vaak nog bij die persoon aanwezig zijn, terwijl die persoon misschien wel moest overgeven. En toen ben ik in eerste instantie weggelopen. En toen uiteindelijk heb ik tegen mezelf gezegd, ik kan niet weglopen, want het gaat gewoon er veel vaker voorkomen en die persoon kan er gewoon echt niks aan doen. Dus toen heb ik mezelf overwonnen en ben ik beetjes bij beetjes heb ik stappen gezet. Dus eerst ben ik erbij gaan zitten, heb ik niet gekeken, heb ik mijn oren dicht gedaan, mijn ogen dicht. En ben ik er gewoon bij gaan zitten voor het idee. Later heb ik niet gekeken, toen heb ik wel geluisterd. En daarna kon ik kijken. En uiteindelijk was ik zelf zo ver dat ik diegene kon helpen terwijl die aan het overgeven was. Dus het was best wel een overwinning, vooral voor iemand met emetofobie. Maar in één deel heb ik het nog niet overwonnen. En dat zul je hoogstwaarschijnlijk nog vaker tegenkomen in mijn vlogs. Of misschien al zijn tegengekomen, want ik heb het al een paar keer benoemd. Maar ik kan niet tegen dronken mensen. Wanneer er feestdagen zijn, vermijd ik altijd het openbaar vervoer. Als ik 10 minuten naar huis toe zou moeten met de bus, ga ik liever met de taxi.
of ik ga liever lopen. Er is zelfs wel eens voorgekomen dat ik van Nijmegen Centrum naar Beuningen toe ben gelopen. Dat is 15 kilometer. Midden in de nacht. Omdat ik gewoon simpelweg niet met de bus naar huis toe wou. Ik werd voor de afwisseling weer eens overbelicht. Oké, goed. Ik ga verder waar ik gebleven was. En ik ben ook wel eens... Ik heb namelijk meerdere keren in de bus gehad dat ik in de bus zat en dat er iemand over zijn nek ging. Ik denk wel zo'n 3 of 4 keer. Niet altijd dat ik erbij was dat diegene over zijn nek ging. Maar wel ook dat er... of net iemand had gekotst, dus dat de hele bus zo rook. Of dat er echt iemand voor mijn neus die deze hoofd tegen de stoel aan en die kotste zo de hele, het hele gangpad onder. En daar werd ik zo naar van dat ik ben uitgestapt en dat ik ben gaan lopen naar huis. Mijn ouders waren er niet zo blij mee. Vooral niet toen ik met carnaval naar huis ben gelopen vanaf Nijmegen Centrum naar Beuningen. Dat is dus, nou laten we zeggen dat ik zo'n uur tot anderhalf uur op heb gedaan. Het was carnaval, dus dat is in februari ergens en het was ijs en ijskoud. En ja, ik wou gewoon niet met openbaar vervoer, dus ben ik gaan lopen. En ja, mijn vader was er best wel boos om, want ja, weet je hoeveel er kan gebeuren als je als meisje alleen over straat naar huis gaat lopen? En dat weet ik ook, maar dan denk ik, ja, dat klinkt misschien heel achterlijk, maar dan heb ik nog liever dat dat gebeurt dan dat ik erbij ben dan dat als iemand moet kotsen. Zo ver gaat emetofobie dus. Je kunt behandeld worden voor emetofobie. Ik heb uiteindelijk mezelf overwonnen. Alleen kan ik dus niet dealen met mensen die dronken zijn. Maar dat komt maar heel weinig voor. Dat betekent gewoon dat je een paar dingen gewoon ja, moet aanpassen. Ik reis heel vaak met de trein. Nou, ik zorg altijd dat ik eigenlijk rond 10, 11 uur niet meer, niet later dan dat met de trein toe ga. Dus dat ik nooit de laatste trein pak. En met feestdagen is het soms lastig. Meestal probeer ik dan nog een extra nacht bij diegene te overnachten. Of dat ik, ja, dat ik een dag eerder naar huis toe ga of wat dan ook. Zodat ik niet in die menigte in de trein hoef. Nou, laatst was het Koningsdag. Dat was echt een perfecte voorbeeld. Want op zo'n dag drinken mensen de hele dag door. Dus eigenlijk kon ik niet vermijden. Het maakte niet uit hoe laat ik in de trein zou zitten. Ik zou altijd in contact komen met mensen die gedronken hadden. Toen heb ik 's avonds de trein toegepakt. En de hele trein rook al naar alcohol. En ik word dan ook echt oprecht van iedereen naar. Dus als mensen een beetje gaan lopen draaien en gaan lopen woelen, dan denk ik al meteen dat diegene moet overgeven. Uiteindelijk heb ik de hele weg, dus van Hilversum naar Nijmegen toe, heb ik bij de deuropening gezeten. Want daar zat niemand. En zelfs daar voelde ik me niet veilig. Want dan had ik weer het idee, stel nou dat iemand moet spugen en die wil naar de wc toe rennen, die hier niet zit. Maar misschien weten ze het niet. En nee, je maakt jezelf helemaal gek. En ja, ik ben bang dat ik dat deel van mezelf nooit zou overwinnen. Dus ik heb nu maar geaccepteerd dat ik zo ben en dat dat zo is. Maar wanneer iemand ziek is, kan ik diegene helpen. En waarom kan ik wel voor iemand zorgen die ziek is, maar niet voor iemand die gedronken heeft? Dat heeft te maken met het feit dat wanneer iemand ziek is, kan aangeven wanneer hij moet spugen, kan aangeven dat hij zich niet goed voelt. En ja, gewoon mee te communiceren is. En iemand die gedronken heeft, heeft zichzelf niet onder controle. Zou zo ineens over je schoenen heen kunnen kotsen of wat dan ook. Je kunt voor verrassingen komen te staan met mensen die gedronken hebben. En dat kon ik liever niet. Dus ja, ik heb ook heel snel de neiging als ik in een huis woon. Mijn vorige adres waar ik woonde, daar gingen mensen wel eens regelmatig uit. En dan deed ik alle deuren ook op slot. En dan durfde ik oprecht de hele avond niet meer naar de wc. En dat is gewoon echt super naar. Want ik woon daar ook, weet je wel. Maar ik kan hun ook niet verbieden om niet uit te gaan. Dus dat is een heel dubbel gevoel. Maar ja, dat heb ik maar een beetje voor mezelf geaccepteerd dat ik zo ben. En als ik zelf misselijk ben, dan daar kan ik nu tegenwoordig ook steeds meer mee dealen. Want ik weet gewoon dat wanneer ik moet overgeven, dat het uiteindelijk altijd meevalt. Want altijd als ik heb moeten overgeven, dan heb ik zoiets van, was dit het nou? Ik ben een keer bij een vriendin op de camping geweest. En toen ben ik door de hele camping gaan lopen midden in de nacht. Als zij maar achteraan kwam van, Jill, wat is er aan de hand? En dan was ik misselijk. En dan deed ik alles maar om niet te hoeven overgeven. Terwijl ik uiteindelijk, als ik dan moest overgeven, uiteindelijk weer dacht van, waar ben ik nou eigenlijk bang voor? Dus echt een enorme rollercoaster, want je weet wel dat het meevalt. Maar toch maak je jezelf gek, want je wil het helemaal niet. Als ik ook misselijk ben, dan zorg ik altijd dat ik het extreem koud krijg. Dus dan doe ik alle ramen en deuren open en doe ik geen dekens om en wat dan ook. Want wanneer ik het koud heb, dan kan ik me focussen op het feit dat ik het koud heb en niet meer op het feit dat ik misselijk ben. Dat gaat best ver, maar het kan nog veel verder gaan. Zo heb ik bij de aflevering van Geef mij nu angst gezien dat die vrouw niet op vakantie durfde. Als er iemand in de straat ziek was, dat die kinderen thuis moesten blijven. Alles wat over datum was, of in ieder geval een week voor de datum, gooiden ze al weg.
Nou, zo extreem ben ik gelukkig nooit geweest. En daar ben ik ook echt heel erg blij voor dat het nooit zo ver is gekomen. Dus ja, dat is emetofobie een beetje. Dus ja, mocht je vragen hebben, zou je willen dat ik bijvoorbeeld in de volgende video wat vragen over dit onderwerp behandel, dan wil ik dat zeker doen. Laat dan even in de reacties weten wat je vraag is en of je wil dat ik dit in de volgende video behandel. Of dat ik over een behoorlijke tijd een update hierover houden, want dat kan natuurlijk ook. Ik kan ook niet vertellen dat ik een expert ben in het gebied en dat ik overal antwoord op weet, want dat weet ik gewoon niet. Nogmaals, ik heb nooit zelf professionele hulp gehad, dus ook in dat proces durf ik niet te vertellen over hoe of wat of hoe dat gaat. Ja, ik hoop dat jullie wat hebben aan mijn verhaal en mocht je jezelf herkennen en altijd zoiets hebben gehad van wat is dat nou en ben ik nou gek of ben ik de enige, dat ben je absoluut niet. Dat ben je echt niet. Laat dat duidelijk zijn, want toen ik die blogpost heb geschreven, kreeg ik zo ontiegelijk veel reacties van mensen die hetzelfde hebben of hadden. En ja, je bent zeker niet de enige. En dan wil ik jullie nu heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Geef een like als je deze video leuk vond. Vergeet je ook niet op mij te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie heel graag weer tot de volgende Jill Stories. Elke woensdagavond om 7 uur. Doei doei! Het tweede ding waar ik heel erg blij van word, en dat is echt maar heel klein, dat zijn geurkaarsen. Wanneer ik geurkaarsen op mijn kamer aansteek, sowieso als ik kaarsen 's avonds op mijn kamer aansteek en ik kom binnen.